Hoe kan je het beste een stad infecteren met builenpest? En als ze zich dat afvragen, gaan ze het ook doen. Kongshan wordt besproeid uit vliegtuigen met builenpestbacillen. Om te kijken hoe snel het gaat. Wanneer kan een nieuw medicijn getest worden op mensen? De Universiteit van Nederland presenteert klinisch farmacoloog professor Dr. Adam Cohen. Ik heb hier de gewrichtsformule met koper en mangaan. Als je zo wat ouder wordt, dan 's ochtends vroeg toch wel eens een keer een probleem om bed uit te komen. Dus ik denk, misschien dat ook wat van de oudere kijkers er een willen. Ik zie daar iemand die zijn vinger opsteekt, dus alsjeblieft. Ik beweeg mij soepel het toneel weer op. Ja, het werkt meteen. Nu gaan we het hebben over ethiek. Dat is moeilijk, maar zoals we in de richting van de avond gaan, dan is ethiek altijd wel een goed onderwerp. Want al die middelen waar we het nou over hebben gehad, al die nieuwe uitvindingen, die moeten we uiteindelijk gaan testen op mensen. En dat moeten we eigenlijk altijd doen en dan willen we niet dat mensen geschaad worden. En dat gaat wel eens mis. In 2007, en sommigen van jullie hebben dat misschien ook wel eens een keer in de krant gelezen, toen kregen 6 jongens die proefpersoon waren in een onderzoek in Engeland, een middel, dat middel heette TGN-1412, een nieuw middel voor reuma. En dat kregen ze allemaal tegelijk ingespoten. En er was daar een fout gemaakt in hoe ze het allemaal hadden bedacht. En die jongens kregen allemaal tegelijk een enorme reactie van hun afweersysteem. Dat afweersysteem keerde zich tegen zichzelf. Er zaten allerlei cellen die zich plotseling hun aanval deden op hun eigen lichaam. Ze werden vreselijk ziek. De meesten hebben maanden op een intensive care gelegen. Dus dat was heel ernstig. En daar waren dus mensen beschadigd voor een test van een geneesmiddel. Dat is dus een behoorlijk dilemma. Want we willen aan de ene kant vooruit gaan. En willen aan de andere kant willen we dat individuen beschermd worden. Nou, een heel goed voorbeeld waar dat zo'n dilemma lastig is, is bij spierziekten. Daar heb ik zelf het werk voor gedaan. Er is een spierziekte en die heet ziekte van Duchenne. Een hele akelige ziekte, komt bij jongens voor. Dat is een afwijking in de genen die maakt dat er een eiwit ontbreekt in de spieren. Spieren worden snel afgebroken, dus die kinderen gaan meestal niet lopen, worden uiteindelijk heel ziek en gaan uiteindelijk dood omdat hun hartspier en hun ademhalingsspier het niet meer doen. Wij waren in die tijd, ik was toen betrokken bij de beoordeling van die studies, en wij hebben gekeken naar een onderzoek waarbij kinderen, zonder dat ze daar zelf voordeel van hadden, een spierbiopte moesten ondergaan. Wordt er met een grote naald wordt er spierweefsel uitgehaald. Het was nodig om dat onderzoek uit te voeren. Maar ja, wij moesten ook kijken, want we wisten niet of een nieuw middel daarvoor, voor die ziekte. Het is natuurlijk heel belangrijk dat er een nieuw middel komt. Want, en de ouders van die kinderen, je moet je even voorstellen hoe erg het is om een kind te hebben met zo'n ziekte. Je weet dat het in 20 jaar steeds invalider wordt en uiteindelijk gaat de jongen dood. En mentaal zijn ze helemaal in orde, dus het is echt heel vreselijk. Ouders willen dat, iedereen wil dat er heel veel aan gebeurt. Maar je wil ook weer niet dat zo'n individueel kind alleen maar pijn heeft en er zelf niks aan heeft. Dat is een dilemma wat we altijd hebben bij het behandelen van ziektes. En dat is een ethisch dilemma. We hebben toen vragen gesteld over dat onderzoek. We hebben geprobeerd het onderzoek zo te maken dat de kinderen er het minste last van hadden. En dit stond er toen in het Algemeen Dagblad. Ik sta er nu voor. En dus sommige mensen zeggen dat het, als dat middel er was, dan zou het kind nu nog kunnen lopen. De commissie, ik zat in die commissie, speelt voor God. En hij loopt de medicijn mis. Daar zie je dus die hele moeilijke discussies die er over dit soort dingen zijn, zie je afgebeeld.
Uiteindelijk blijkt dat het op dit moment, dit is alweer een jaar of 6 geleden, blijkt dat het middel helemaal niet zo vreselijk goed werkt. Dus we hadden ook wel weer gelijk om die kinderen te beschermen tegen de problemen van zo'n onderzoek. Maar het is altijd een probleem. William Withering, de man die dit spul heeft uitgevonden, de digitalis, die moest voor het eerst proeven op mensen gaan doen. En William Withering, die was eigenlijk in, het was toen natuurlijk 1780, en hij schrijft daar een boek over geschreven. En in zijn boek zegt hij, ik had dat nieuwe spul, ik moest het uitproberen, en ik had... Elke dag kwamen er bij mij een uur per dag kwamen arme patiënten. Die hoefden niet te betalen, die behandelde ik gratis. En dan zegt hij daarna, en omdat die er waren, had ik de kans om mijn proeven uit te voeren. Dus hij deed zijn proeven op arme mensen die niet betaalden. Dat schreef hij in zijn boek. En daarna ging hij de rijken behandelen en daarover gaat de rest van het boek. Wij zijn daar een beetje door geschokt, wij vinden dat gek. Maar in zijn tijd was het zo normaal dat hij het gewoon in zijn boek schreef. Dus dat laat zien dat ethiek ontzettend afhangt van waar je bent. Dat belang van dat individu, dat is bij ons helemaal in de maatschappij ingegraven, maar dat is al lang niet altijd. En dat dat in 1780 zo was, dat wil niet zeggen dat het weg is. Want in 2005 schreef een vriend van mij uit India een artikel over de Indiërs die door farmaceutische industrieën worden gebruikt, arme Indiërs, voor testen van moderne geneesmiddelen die ze daarna zelf helemaal niet kunnen betalen. En dat is precies hetzelfde wat er gebeurde in 1780 bij William Withering. Daar was hij tegen, maar in India vonden een heleboel mensen het eigenlijk helemaal niet zo gek. Dus er is, ethiek hangt dus af van waar je bent. En dat werd vooral duidelijk als je zo'n beetje rond de begin 1900, dan gebeurt er iets in onze maatschappij. Eerst hadden we gewoon de gedachte dat armen konden worden geëxperimenteerd. En dat verandert zo'n beetje rond 1900. Denk maar, en dan krijg je op een gegeven moment de Russische revolutie. En dat belang van het individu wordt groter. En dat werd ontzettend duidelijk in Duitsland, in Breslau. Daar zat deze man. Dit is Neisser. En Neisser was een microbioloog, was iemand die bestudeerde bacteriën. En de bacterie die het meest bekend is van Neisser is de Neisseria gonorrhoeae. Dat is de bacil die gonorrhoe veroorzaakt, heeft hij uitgevonden. En hij was dus geïnteresseerd in seksueel overdraagbare aandoeningen. Hij was ook geïnteresseerd in syfilis. En hij had bedacht dat, ze wisten niet precies hoe dat werkte in die tijd, maar ze wisten dat er in het bloed van mensen iets zat. Als je een infectie had gehad en je was daarvan genezen, dan zat er in het bloed iets, een antistof, en die kon misschien iemand beschermen tegen een volgende infectie. En hij had bedacht bij syfilis dat als mensen daarvan genezen waren, nou weet ik niet wat jullie van syfilis weten, maar syfilis begint met een zweer op de plek waar die infectie plaatsvindt. Dat is meestal geslachtsorganen. En die geneest, die gaat weer over. Ja, dan kom je weer beter. Nou, we weten dat het nu niet zo is. Die bacteriën die blijven in je bloed zitten, die circuleren rond, je bent infectieus en je krijgt na een tijdje verdere infecties. Hij dacht dat ze genezen waren en hij tapte bloed af bij die patiënten en hij spoot dat in bij prostituees die in zijn ziekenhuis lagen. Misschien omdat hij dacht dat ze het toch zouden krijgen, dat was in die tijd trouwens ook heel vaak waar, maar hij had die mensen niet gevraagd dat hij die proeven met ze ging doen en ze kregen ook syfilis. En toen kwam er een, het is 1900, hè, in die tijd had de professor altijd gelijk, dat is zelfs in Club R is dat niet zo. En dan komt er een man, die heet Albert Mol, en die schrijft een heel boek over medische ethiek. Eerste boek over medische ethiek dat geschreven is in 1900. En ik citeer er iets uit. Hij zegt, ik heb met toenemende verwondering vastgesteld dat sommige dokters geobsedeerd zijn door een soort researchmanie. Ze negeren de wet en de moraliteit en ze hebben de grens tussen mens en dier vervaagd. En hij citeert dan wel een paar honderd van die publicaties waarin hij zegt, dat zijn allemaal dingen die kunnen niet. Dit kan zo niet meer gebeuren. Nou, ik denk dat Neisser heel boos is geworden, want er ontstond een rel in Duitsland in 1900 over deze studies. En dat mocht niet meer. Er werd gezegd, je mag alleen maar mag je deze proeven doen als je mensen eerst hebt uitgelegd wat je gaat doen.
En als ze dan zelf toestemming hebben gegeven. Informed consent heet dat. Dat is nu in de geneeskunde overal aanwezig. Maar dat is daar uitgevonden, door de Duitsers. En de Duitsers hadden toen top research in de wereld. Dat was het centrum van de medische research in de wereld. Waar ze heel goed in. Ze hadden top filosofen. En ze hadden ook precies de goede regels gemaakt die je voor onderzoek zou willen hebben. En er gebeurt er iets. En dat laat weer zien dat ethiek afhangt van hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Want wat er gebeurt is de politiek verandert. Hitler komt aan de macht. Pruisische staat stopt met bestaan. Die hebben al die regels keurig gemaakt. En het eerste wat er gebeurt is dat Duitsland gaat een sterilisatieprogramma beginnen voor ouders van mentaal geretardeerde kinderen. En dat wordt zo aangekondigd in de kranten. Hier zie je, dit komt uit de Duitse kranten van die tijd. Hier zie je dat een blind of doof geboren scholier, die kost 1500 Reichsmark. En dat kleine zakje met geld, dat is wat je alleen maar hoeft te betalen voor een gezonde scholier. Dit was de campagne om die ouders te gaan steriliseren. En als dan de oorlog begint, dan komt het beroemde T4 sterilisatieprogramma. En dat sterilisatie is dan niet het steriliseren van de ouders, maar dat is het vermoorden van hopeloze patiënten in ziekenhuizen en instellingen. Wordt op grote schaal in één keer gedaan en dat is het gevolg van deze campagne. En er zijn rijksinstituten met dokters die gaan dat doen. En ik heb gevonden dat ze daar ook over rapporteren. En dan rapporteren ze precies over de voordelen daarvan. En dat gaat, dat is nu Duitsland, dan zeggen ze dat we dit doen. Dat spaart 4.781.233,7 kilo brood per jaar. En 8.854.998 Reichsmarken per jaar. Dat wordt helemaal precies uitgerekend. En ook openbaar getoond. Mensen worden vermoord, zijn vaak mentaal geretardeerd. En dan komt deze dokter in dat land waar het dus allemaal verdomd goed geregeld was. Dit is Julius Hallenvorde. Julius Hallenvorde is een neuropatholoog, iemand die geïnteresseerd is in hersenziekten. Die ziet dat in die ziekenhuizen om hem heen die mensen worden vermoord. En zegt, mag ik alsjeblieft de hersenen? Gaat naar dat ziekenhuis toe, verzamelt al die hersenen. En zelfs na de oorlog is hij nog steeds bij zijn verhoor in Nuremberg, is hij ervan overtuigd dat dat ontzettend interessant was wat hij gedaan heeft. En hier zie je hem, afschuwelijke foto, bezig met een obductie. Wordt erger, want de volgende foto laten wij zien aan alle mensen die research met mensen gaan doen. Want ik vind dat ze daarnaar moeten kijken. Wat je hier ziet, is de SS-dokter Rascher en zijn baas Holzlohner aan de andere kant. En die zijn bezig met een experiment om te kijken hoe je mensen die in het koude water gevallen zijn, zo snel mogelijk kan opwarmen. En dat doen ze op verzoek van de Duitse luchtmacht, want die vliegen naar Engeland, gooien daar bommen en vliegen ze terug. En soms zijn ze aangeschoten, moeten ze in zee landen, worden die kostbare piloten voor de oorlogvoering uit zee gevist. En hoe krijgen ze zo goed mogelijk warm? Hij gaat dat uitzoeken op gevangenen in het concentratiekamp Dachau. En wat je dus ziet, het is een unieke foto, het is een afschuwelijke foto. Je ziet hier dus die twee SS-dokters, rechts zit iemand aantekeningen te maken. In het water ligt een gevangene van het concentratiekamp. En rechtsonder, je kan het op dit plaatje niet zien, maar zie je ijsblokken drijven. Hij heeft een luchtmachtuniform aan. En hier zijn dus twee dokters die bezig zijn met een experiment en zijn bezig iemand te vermoorden. En ik vind de uitdrukking op de gezichten van deze twee mensen, vind ik ijzingwekkend. Dat kan dus gebeuren in een net land. Hè? Moet je over nadenken. Volgende. Kan nog steeds erger. Dit is Shiro Ishii. Japanse, westers opgeleide, hoogniveau, microbioloog. En die wordt het hoofd van een kamp in Mantsjoerije, waar de Japanners onderzoek doen op biologische oorlogvoering. Geen oorlog, gewoon onderzoek op oorlogvoering. Hoe kan je het beste een stad infecteren met builenpest? En als ze zich dat afvragen, gaan ze het ook doen. Kongshan wordt besproeid uit vliegtuigen met builenpestbacillen. Om te kijken hoe snel het gaat, zo'n infectie. Het kan nog veel erger. Want uiteindelijk zijn al die gegevens na de oorlog zijn die door de Amerikanen gekocht. Zijn gebruikt voor hun biologische oorlogvoering. En iedereen die bij dit kamp, en dit is de
hel is minder erg dan het kamp in Pingfan. Het kamp in Pingfan is nog steeds de reden dat de Chinezen en de Japanners niet goed met elkaar kunnen opschieten, want de Japanners hebben daar nooit hun excuses voor aangeboden. En iedereen die in dat kamp heeft gewerkt is vrijgekomen. Shiro Ishii is gewoon in zijn eigen bed in 1959 overleden, zonder dat hij ooit in een rechtbank heeft gestaan, want de Amerikanen hadden besloten dat de gegevens die daarvoor kregen zijn voor hun eigen biologische oorlogvoering te belangrijk waren om die mensen te vervolgen. Wij zijn dus niet zo goed in ethiek, denk ik. En ik denk dat zodra we in de buitenwereld ons gaat bedreigen, dat die balans tussen wat belangrijk is voor een individu en belangrijk is voor de gemeenschap in het gevaar komt. En dat er dus dan altijd regels worden geschonden. Na de oorlog zijn we bij elkaar gekomen en toen hebben we gezegd in Nuremberg en daarna in Helsinki, dit mag nooit meer gebeuren. Hier moeten goede regels voor komen, dit mogen we als dokters nooit meer doen. Die regels die toen gemaakt zijn, dat waren precies dezelfde regels die in de Pruisische regering in 1930 nog een keer waren gemaakt. Ga je dus afvragen, houden we ons er deze keer wel aan? En dat is eigenlijk meteen niet zo geweest. In Amerika is in de Koude Oorlog zijn experimenten gedaan met radio-isotopen, radioactieve stoffen, op arme mensen in het ziekenhuis in Boston, zonder dat dat aan ze gevraagd is. En we leren dus niet heel erg bij. Nou, dat is een te negatief verhaal om dit college mee te beëindigen. En ik eindig met een foto. En links zie je Rascher en Holzloner en rechts zie je een proefpersoon in een experiment bij ons in Leiden. Hij ligt in een bed en we hebben buisjes gestopt in al zijn venen en al zijn slagaders om allerlei dingen te meten en geneesmiddelen in te spuiten. En ik gebruik die foto omdat ik opeens zag dat hij precies op dezelfde manier en net zo hulpeloos daar ligt als die meneer in Dachau. En waarom ik daar dan toch blij over ben, is de uitdrukking op gezicht van die twee mensen. Want rechts zie je een proefpersoon die lacht en links zie je iemand die in een verschrikkelijke toestand is. En dat verschil, dat vertrouwen, dat de jongen rechts weet dat het allemaal in orde is en dat het goed geregeld is en dat hij geen enkel gevaar loopt, dat vertrouwen komt door die regels. En als je erover nadenkt, en dat zij ook in de krant lezen, soms dan zie je dokters en onderzoekers die klagen over regels. Maar ik denk dat het goed is om dit gezien te hebben, om te weten dat we alleen door die regels die hele spannende dingen kunnen gaan doen die we de komende 20, 30 jaar gaan zien met geneesmiddelen. En dat is mijn werk en daar ben ik nog steeds met groot enthousiasme mee bezig. En ik hoop dat ik jullie daar ook vandaag een beetje enthousiast over heb gemaakt. Dankjewel.